Welkom weer bij een nieuwe vlog van Mixtuin. Zoals je ziet, het voorjaar is echt begonnen. Ik heb viooltjes gepoot. En echt een heel vrolijk gezicht vind ik dat. Ik heb ze daar ginds gezet, daar zo achter de roos. En hier, zoals ik van de week of bij de vorige vlog al zei, toen stonden de bergteetjes nog, hingen daar. En toen zei ik, nou, het wordt nodig tijd voor viooltjes. En zoals je ziet, daar zijn ze. Heerlijk, want dat geeft gelijk zo'n heerlijk voorjaarsgevoel. Ook hier en hier de krokussen. Hartstikke leuk. Er komen veel bijtjes op af. Die komen echt op dat hele gele stuifmeel af. En ook daar ginds. Een bak met viooltjes hangen daar. En op de tafel heb ik ook viooltjes neergezet. Nou, wat zo leuk is, nu de temperatuur wat hoger is. Het lijkt alsof het de grond uitschiet in één keer. Hier komt allemaal longkruid op. En hier, als je iets verder kijkt, dan komt de akkerlei op. Die is meestal heel vroeg. Hier. Kijk, allemaal jonge scheuten. Daar en hier en daar. Akkerlei vind ik altijd een erg mooie plant. Als we wat verder zijn en de akkerlei is wat groter, dan zal ik daar wat meer over vertellen nog. Nou, zo zie ik elke keer, oh daar ginds, daar zo, komt ook akkerlei op. En ik vind het echt een verrassing nu in dit seizoen om te zien van wat er allemaal boven komt. En natuurlijk de narcissen, het hele rijtje komt helemaal op. Wat ik vandaag wil laten zien is hoe snoei je een lavendel. De meeste lavendels wat mensen in de tuin hebben, is de lavendel Augustifolia. Ik vermoed dat deze dat ook is. Ik heb deze zelf 6 jaar geleden ongeveer gezaaid. In kleine potjes. Toen ze groot genoeg waren, heb ik ze in de volle grond gezet. Dus dit zijn al wat oudere lavendels. En dat kan je ook wel zien. Vanwege de verhouting hier. Je ziet dat er echt wel stammetjes zijn. En het advies is meestal om de lavendel 15 centimeter van de grond af te snoeien. En hoe eerder je ze snoeit in het seizoen, hoe eerder ze ook bloeien. Dus dit moment is heel geschikt, want dan heb je er ook lang plezier van. Hoe later je snoeit, hoe later ze bloeien. Maar dan kan het ook best wel laat zijn voordat ze bloeien. Dus als je lavendels hebt, dan zou ik dat nu gaan snoeien. Nou is het heel belangrijk met de lavendel, als je ze snoeit, wat ik dus net al zei, niet op het oude hout. Want als je ze echt helemaal tot laag op het oude hout snoeit, heb je kans dat hij niet meer uitloopt. En dat hij dus, niet meer het gaat doen. En dat is jammer, want dan kan je hem wegdoen. Belangrijk is om altijd iets van de uitlopers over te houden. Dus als je echt een hele oude lavendel hebt, ze zeggen wel hou 15 centimeter aan. Maar kijk ook een beetje naar eigen inzicht van hoe je plant eraan toe is en wat die kan hebben. Ik ga hem dus ongeveer op deze hoogte snoeien. Dan houdt hij in ieder geval nog iets van die grijze oude blaadjes over. Dan weet je eigenlijk wel zeker dat hij het gaat doen. Ik zet de camera even neer. Want dan kan ik even gaan laten zien hoe ik het ga snoeien. Je kan het gewoon met een heggenschaar knippen. En je knipt gewoon wat van de bovenkant af. Doe eerst wat voorzichtig dat je eerst een stukje snoeit. Dan kan je later altijd nog kijken van, nou, snoei ik hem nog iets bij, snoei ik hem iets lager of niet. En het is natuurlijk mooi om het een beetje allemaal netjes op dezelfde hoogte te snoeien. Zoals je ziet, ik hou nu wat grijs over.
ik zit nog niet op het oude hout. Dus dan moet het echt wel goed komen. Ik zou hem zo iets lager kunnen snoeien. Zo. En de lavendel. Ik zal daar later uitgebreid nog dingen over vertellen. Maar de lavendel is natuurlijk een uitermate geschikte plant voor de bijen. Als de lavendel in de bloei is. Nou, een heerlijke plant. Ik vind hem altijd erg lekker ruiken. En vaak in het najaar, of eigenlijk zo als hij al een beetje uit begint te bloeien, dan haal ik er vaak een paar takjes vanaf. Die leg ik dan in huis. En dat ruikt altijd zo lekker. Nou, zoals je ziet, ik ga hem straks nog even iets meer bijwerken. Maar het grootste werk is nu eigenlijk al gedaan. Want je ziet, ik heb nu gesnoeid. En je ziet dat overal er nog een grijs stukje over is. Nou, dat is ook de bedoeling. Dus deze is eigenlijk zo goed als klaar. Wat je ook nog kan doen, dat gaan we even naar een andere plant. Dat is de vrouwenmantel. En je ziet hier allemaal groene puntjes erop komen. Wat er omheen ligt is allemaal van vorig jaar. Dus dat kunnen we allemaal zo weghalen. Dat moet je eigenlijk even met de snoeischaar doen. Die ga ik even erbij pakken. En dan zal ik even laten zien hoe ik dat wegsnoei. Snoeischaar bij de hand. En je knipt gewoon het oude spul knip je allemaal weg. Ik heb daar bewust mee gewacht. Omdat ik niet wilde dat door de kou de jonge plantjes kapot gingen. Dus ik heb eigenlijk het oude blad laten zitten. Zodat ik zeker wist dat die eigenlijk als een soort beschermlaagje de jonge planten zou beschermen. Zo. Nou, zo knip je alles wat oud is, knip je weg. En ik hoor de wekker alweer gaan. Dus het is alweer bijna tijd om af te sluiten. En zo kan je dus alles weer wegsnoeien. En hou je straks een hele frisse plant over die helemaal weer opnieuw kan beginnen. En dat het nieuwe jonge blad weer helemaal goed tevoorschijn komt. Je kan het beste rigoureus aanpakken. Want dit is een plant die best wel veel kan hebben. Ook over deze plant zal ik zeker later, als die wat groter is en je hem als plant beter kan zien, zal ik daar zeker meer over gaan vertellen. Ik ga dit nog helemaal weghalen. En dan in een van de volgende vlogs, dan kunnen jullie goed zien hoe de plant eruit komt te zien en hoe het verder gaat. Nou, dit is een beetje het beginnetje van het prille voorjaar. Dingen die opkomen. De lavendel waar we het over gehad hebben. En dan zie ik jullie heel graag weer terug bij de volgende vlog.